Je hebt soms momenten in je carrière dat echt alles lukt. Nou ja, dat was een van de dagen dat echt alles lukte. 3-2. Als John de Jong scoort, is het 4-2. En heeft PSV de beker. Nou gaat PSV pakken! Oscar stopt hem! Oscar stopt de strafschop van John de Jong! Volak scoort. Het staat 3-3. En is het aan Sander Bosker om de volgende strafschop ook te stoppen. Ronald Waterhuis tegen Sander Bosker. Komt de aanloop van Ronald Waterhuis op Sander Bosker. Sander Bosker stopt de strafschop van Ronald Waterhuis. En dus gaat de serie door. Als eerste Hulshoff scoort. Dennis Hulshoff, hij brengt Twente op voorsprong. Het is 3-4. Koka, Bosker. FC Twente wint de Amstel Cup. En zo bezorgde doelman Sander Bosker van FC Twente de Amstel Cup aan de ploeg. En werd hij de held van de avond in de Kuip. Ze zingen je allemaal toe. Sander heeft de bal! Sander heeft de bal! Sander heeft de bal! Je begon eigenlijk het feestje al van tevoren. Met al die mensen die met in goede gemoeten richting Rotterdam vertrokken. Ja, en ze werden ook, zoals je hier ook ziet, weer heel fijn op de viaducten en zo toegezwaaid. En ja, dat doet voor ons als spelers al heel veel, maar ik denk voor de supporters ook. Nou, hij zet deze. Nou, in ieder geval, eerst komt er al een helikopter. Toen dacht ik, wat is dat aan de hand? Je denkt dat de koning uitstapt, maar... Ja, want ik zat op het balkon mijn boekje te lezen. En nou, toen zag ik Paul Schabbing uitstappen. En ik, wat is hier aan de hand? Maar ja, goed, Fred had dat al geregeld dat wij, zeg maar, dit filmpje te zien kregen. Wat we allemaal teweeg hadden gebracht in Twenteland, in Turkenland. En en we hadden nog nooit, ik had dit nog nooit zo meegemaakt dat we een filmpje te zien kregen. En ik kreeg weer kippenvel. Maar dit filmpje, dat was eigenlijk genoeg. We hadden geen bespreking meer nodig om dat te doen wat we moesten doen. Ja, ik was 100% in die focus. In sommige dingen moet je mij ook niet meer vragen wat er voor de wedstrijd gebeurde. Want dat weet ik echt niet meer. Maar kijk hoe jij hier... Ja, maar de eerste kwartier was niet mijn kwartier, zeg maar. En toen heb ik ook echt bewust tegen mezelf gezegd van hou op met die onzin, ga lekker voetballen en dan zien we wel het Schipstrand. Nou, dat had ik vaker moeten zeggen tegen mezelf, voor die tijd al. Maar op dat moment viel gewoon alles goed. Je hebt soms momenten in je carrière dat echt alles lukt. Nou ja, dat was een van de dagen dat echt alles lukte. Hij had af en toe nog wel een penalty kunnen geven, 1 of 2 keer, maar... Maar deze, hè? Ja, lekker, hè? En, maar goed, ik denk dat PSV misschien te makkelijk over ons dacht. En wij hadden ons speciaal naar deze wedstrijd toegeleefd. Dus ja, voor ons was het een extra motivatie om het gewoon goed te doen. Moet ik wel zeggen dat we af en toe wel geluk hadden. Maar goed, op zo'n dag heb je dat ook nodig. Sander is de man. Is het een feestje? Nee, totaal niet. Nee? Nee, joh. Nee, ja, als het goed gaat wel, maar als het misgaat, dan... Na de eerste 3 strafschoppen, was het nog geen feest, hoor, kan ik je vertellen. Nee, zullen we eens even gewoon eens bekijken? Ja. Hier, Waterhuis, een beetje psychologische oorlogsvoering natuurlijk. Ja, maar goed, kijk, als je de eerste al stopt, dan zit je er natuurlijk al gelijk goed in met Waterhuis. Nee, ik ben alleen met mezelf bezig en met mijn hoofd bezig van... wie staat er nog op de lijst? Welke kant? Nou, daar was ik mee bezig. Kijk, dit dansje bedoel je? Ja, toen kreeg hij nog een dat zag ik ook nog. Toen waren van die riemen met allemaal van dat metalen beslag, waren toen helemaal hot. Ja. Die kreeg hij nog bijna op zijn kop. Die werd uit het publiek geslingerd. Maar mijn geluk was eigenlijk dat John de Jong kwam. Maar ik had al een keer eerder een penalty van John de Jong gestopt. Toen hij nog bij Den Haag voetbalde. En ik wist dat hij gaat hem links schieten. Maar gelukkig deed hij dat. Ja. En dan dit? Nou ja, dit was wel even een klein stressmomentje. Maar toen zag ik Waterhuis die bal pakken.
Ja, toen wist ik het even niet. Ja. Dan schiet hij met links, normaal schiet hij alles met rechts. Je stopt twee penalties achter elkaar, dat is ook al bijna niet gebeurd. Volgens mij nog nooit in de bekerfinale. En al zeker niet drie. Ja. Ja, prachtig. Ja, ik wist niet meer welke kant ik op moest lopen. Ik ben ook 10 seconden volgens mij helemaal van de planeet geweest. En ik op Hulbach af. Hulstof. Gaat op zijn muil. Nee, dit is echt. De vreugde die je zelf hebt, maar de vreugde die je ook aan Enschede hebt gegeven en aan de hele regio. Ja, dat. Ja, dat is geweldig. Sander Bosker bekroont een fantastische wedstrijd.